gasten, FIFA Mouse hier. Welkom allemaal bij een old school FIFA video. Vandaag doen we FIFA 16, vorige week deden we FIFA 15. En jullie vonden die best wel leuk, dus ik dacht, weet je wat? We gaan nu één stapje omhoog richting FIFA 16 en dan volgende week denk ik FIFA 17. In ieder geval, als jullie dat leuk vinden, zojuist best even dat duimpje omhoog. En bij de 2000 likes zorg ik dat ik volgende week een FIFA 17 video ga maken. En vergeet natuurlijk ook niet te abonneren en op dat belletje te drukken. Blijf je op de hoogte van mijn FIFA video's. En trouwens wel één klein dingetje. Ik ga tot en met FIFA 21 iets minder video's uploaden. Want ik ben momenteel ook heel druk op Gamebouse. En het is gewoon momenteel niet super interessant FIFA meer. Daarom doen we nu ook gewoon lekker wat oldschool FIFA video's. Maar dan weten jullie dat in ieder geval. Dus de komende weken iets minder video's op mijn kanaal. Maar ik blijf wel uploaden, dat wel. Maar ik heb 1600 FIFA punten en die gaan we allemaal opmaken. Ik heb al mijn spelers die ik in mijn club had, heb ik verwijderd. Dus ik heb geen spelers meer in mijn club. En dan gewoon alle spelers die we packen, daarmee gaan we een team maken. En met dat team gaan we dan spelen. En dan ben ik erg benieuwd of we dan kunnen winnen. En of we ook echt een lijpe speler kunnen krijgen. Vorige keer in FIFA 15 had ik Doumbia gekregen die echt ziek nice was. En ik had ook Schweinsteiger gekregen. En die was gewoon 88 rated. En ik had even gekeken nog naar zeg maar hoe goed alle spelers waren. In FIFA 15 was dat. Schweinsteiger, die was gewoon... die stond volgens mij 8e of 7e van de beste spelers in FIFA 15. Dus ik had gewoon in de top... Ik had één van de top 10 spelers in FIFA 15 gepakt. Terwijl dat ik echt helemaal niet zo heel veel FIFA punten had. Dus dat was best wel insane dat dat was gelukt. We hebben nu een zeldzame speler. Jardel. Nou, het is in ieder geval... Oh, dit is ook wel Telles. Die linken volgens mij perfect. En ja, die spelen allebei in de Portugese league, dus dat is chill. Want ik moet natuurlijk op de een of andere manier wel een beetje linkjes kunnen krijgen. Oh nee, ik discard alles, dat moet helemaal... Nee! Oh, dit is super dom. Had ik die vorige pack nou ook gediscard? Het zijn natuurlijk weer allemaal andere knopjes wat je moet gebruiken. Ah nee, ja, deze spelers zijn non-tradable, maar ik heb de vorige twee packs gediscard. Ah, dat was echt dom. Echt dom. Oké, nou ja, de volgende packs moet ik dus even afslaan. Ja, de knopjes zijn anders in deze oude FIFA's dan in de nieuwe FIFA's. Dus daar moet ik maar eventjes aan wennen. Oké, maar we weten nu dat. Maar de vorige twee packs kunnen we vergeten, want die spelers kunnen we niet gebruiken voor in mijn team. Matri, Torres, ja, het is niet een super pakket. Stones, 77, het is niet een heel goed pakketje. Ik hoop dat ik zo meteen nog wat betere pakketjes ga krijgen. Trouwens, wat ik wel zo meteen ga doen, ik doe ook nog even een pakketje met de munten die ik heb. Aangezien ik de vorige twee packs per ongeluk heb gediscard, dan doen we het op die manier. Dan hebben we toch nog op die manier één pakketje extra. Maar kom op, hier, Alaba. Ik ga zo meteen trouwens even een Messi pack doen. In ieder geval, dat deed ik vroeger altijd. Ging de hele tijd heen en weer totdat er een Messi plaatje kwam. En dan kreeg je altijd een goede speler. Nou, niet altijd, maar het idee had ik wel altijd dat we goede spelers kregen. Maar we krijgen nu Cuadrado, die 82 is en 93 pace heeft. Dus hier ben ik zeker weten blij mee. Dat is wel even een goede speler die ik ook wel kan gebruiken voor in mijn noob team. Maar Cuadrado, dat is wel echt een beast. Maar ik weet trouwens niet eens zeker of je een plaatje van Messi hebt. Ja, je hebt wel een plaatje van Messi. Dus ik ga even kijken of ik een plaatje van Messi kan krijgen op zo'n zeld of premium goudpakket. En dan gaan we kijken of ik dan vervolgens ook extra veel geluk heb. Ja, misschien ook niet. Maar misschien duurt het wel even voordat hij erop staat. In ieder geval, ik zie jullie zo meteen weer. Nou, ik heb Messi ondertussen al 10 keer gehad op een gewone goudpakket, maar niet op een premium goudpakket. Je krijgt hem de hele tijd alleen maar links. Of kan je hem niet rechts krijgen? Ik heb geen idee. Ja, en anders openen we... Oh, ja, nice, eindelijk. Oh, dit heeft echt lang geduurd. Nou, dan moeten we nu wel een goede speler krijgen. Dat kan toch haast niet anders. Messi, geef me Messi. Als we Messi krijgen... Oh, joh, ik word helemaal gek. Dat zou toch zo bizar zijn. Het laden duurt wel lang, maar dat komt eerder omdat FIFA 16 is. Maar misschien is het ook wel een hele goede speler. Dat het daarom zo lang duurt, het laden. Het is geen zelfde. Oké, nee, kijk. Het is dom bijgeloven. We hebben helemaal niks gekregen. Nou, volgend pakketje. Wie is dit? Oeh, Valencia. Die is op zich ook wel prima. Maar ik heb nu al twee goede rechtsmiddens. Want Cuadrado was natuurlijk ook rechtsmidden. Maar ik kan eventueel anders ook eentje aan de linkerkant inzetten. Kan natuurlijk ook nog altijd. En ik heb er trouwens niet echt op gelet. Of ik al een keeper heb. Maar dat is trouwens wel een speler die ik sowieso moet krijgen. Want zonder keeper ben je wel echt helemaal genaaid. Ja, vorige keer had ik nog best wel een team met wat linkjes in FIFA 15. Maar ik... Oh, we hebben nu trouwens een keeper. Oh, we hebben er twee. Oh, nice. Keeper hebben we er sowieso. Maar ik vraag me af of ik qua linkjes het een beetje weet te fixen, dit team. Ik had trouwens nu nog twee premium goudpakketjes openen. En één gewone goudpakketje. En ik heb bij mijn pakket heb ik ook nog een paar packs klaarstaan. Dus daar kan ik er eventueel ook nog eentje openen. In ieder geval, als ik... Ik had volgens mij één goudpakketje. Die gaan we dan ook even openen. We krijgen nu Cruze of zo.
Ja, gaat ermee door. Nou, volgend pakketje weer een keeper. Wel mijn beste keeper tot nu toe. Oh, ik heb weer twee keepers. We hebben nu in één keer echt vet veel keepers. 1000 coins erbij. Maar mijn FIFA-punten zijn op. Dus dit wordt het laatste gewone groot pakketje. Ik ga er niet vanuit dat we een zeldzame speler krijgen. Krijgen we wel, dat is in principe al nice. Boateng, dat is wel zo'n speler die overal goed in is. Maar welke league? Oh, hier speelt hij nog wel bij de Liga BVVA. Dat is op zich nog wel een goede league. Dus altijd even kijken, waar spelen ze ook alweer, die spelers. Maar we openen hier nog één goud premium pakketje met coins. En daarna hebben we bij mijn pakketten nog gewoon één goud pakketje. En daarna zijn mijn coins en FIFA punten op. En dan gaan we een team maken. En ik denk dat het team wel minder goed gaat worden als de FIFA 15. Dat weet ik haast wel zeker, trouwens. Wat krijgen we nu? Geen zeldzame speler, dat is jammer. En dan wordt dit het laatste pakketje, een gewoon goud pakketje. We hebben wel Messi op de voorkant. Dus Messi, geef me nu een goede speler. In ieder geval, dat geloof ik vroeger dus altijd. Nee, helaas. Oké. Okay. Oh, wel linksachter. Dat is wel goed. Want, oh, twee linksachters. Want ik miste volgens mij nog wel wat goede verdedigers. Maar ik ga nu even puzzelen. Ga proberen een goed team voor elkaar te krijgen. En dan zien jullie me zo meteen weer. En dan ben ik benieuwd of mijn team een beetje goed is. Oké, okay, na best wel wat puzzelwerk is dit het team geworden wat ik ervan heb gemaakt. Ja, niet heel goed. Maar ja, dat is natuurlijk te verwachten als je 10 pakketjes opent of zo. Dan kan je natuurlijk niet verwachten dat je in één keer, boom, een super live team hebt. Maar ik ga even kijken of ik een tegenstander kan vinden. Gewoon een echte live tegenstander. Dat we gewoon online seizoenen doen. Of zou dat nog kunnen? Ik heb eigenlijk geen idee. Nee, dit kan niet meer. Dan doen we een online vriendschappelijke wedstrijd. Een enkele wedstrijd, dat kan wel. Ik ga een paar keer zoeken als we niemand vinden. Ja, wat heel waarschijnlijk is dat we niemand vinden. Dan gaan we gewoon een online enkele wedstrijd doen tegen een team of the week. Maar ik ga toch even kijken of we tegenstander kunnen vinden. Het zou toch geniaal zijn als we een online tegenstander vinden in FIFA 16. Oké, okay, ondertussen heb ik al een aantal keer gezocht. Ja, zoals verwacht, geen tegenstander gevonden. Dus we dagen gewoon team of the week uit. En dan gaan we kijken of ik op die manier kan winnen. Team of the week. Er zitten volgens mij best wel wat goede spelers in team of the week als ik het zo zag. Ja, je hebt Kevin De Bruyne, je hebt Higuain, je hebt Firmino die ook wel lijp is. Dit is Lukaku denk ik, ja inderdaad. Ja, best wel wat lijpe kaarten. Pepe, die speelde toen nog bij Real, al een tijdje geleden. Maar we gaan dit team uitdagen, we doen op wereldklasse. Vorige keer had ik gelijk gespeeld, we gaan nu even kijken of we nu wel kunnen winnen. En FIFA 16 lijkt natuurlijk al iets meer op FIFA 20 dan wat FIFA 15 leek. Als het goed is, want als het goed is, wordt elk FIFA natuurlijk steeds iets beter. Maar we gaan erachter komen, ik hoop in ieder geval dat ik ga winnen. Nou, we zijn ondertussen net over de helft van de eerste helft. Er zijn nog niet heel veel kansen geweest. Misschien dat dit de eerste kans kan gaan worden. Maar het is toch wel weer even heel anders spelen. Het speelt alweer anders dan FIFA 15. Oeh, dat paasje kwam net niet tussendoor. Wat natuurlijk ook logisch is, maar het speelt nog steeds zo anders dan FIFA 20. Wat ik ondertussen wel een beetje ben gewend om te spelen. Dus het is alsnog balen. Maar ik heb nog geen goal tegen. Dus dat is ook al een hele prestatie. Nou, ja, oké. Okay. Hier is hij dan, de 1-0 voor mijn tegenstander. Ja, het is niet eens een echte tegenstander, het is gewoon een computer. Alsnog een bal. Ik gooi die bal ook gewoon echt fucked op weg. Oké, okay, we staan er 1-0 achter. Oh, ik wil dit eigenlijk gewoon winnen. Maar misschien kan ik nog winnen, dat zou natuurlijk kunnen. Oké, okay, nu doorkappen en al voorzetje. Wat voor een voorzet was dat? Oké, okay, het komt uiteindelijk goed, het schot. En dat was mijn eerste schot. Nou, het is in ieder geval een kans, toch? En hier mijn volgende kans, weer het schot. Oh, joh, wat een redding van de keeper. Het zag er wel een beetje onrealistisch uit. Ik had bijna het idee dat hij die bijna niet kon hebben. En die voorzetten zijn ook nog zo anders. Kan ik nog een keer schieten? Nee, dat helaas niet. Maar ik heb wel, oh, misschien wel. Dan moet hij die bal nu niet kwijtraken. Hier nog een tikkie door en dan naar binnen het schot. En die werd nog aangeraakt. Wel drie schoten redelijk snel achter elkaar. Oké, okay, het is momenteel rust. Ik sta dus 1-0 achter. Mijn tegenstander had ook iets meer kansen. Maar ik ga even kijken of ik misschien nog een wissel kan doen waar mijn team ietsjes van vooruit gaat. Ik heb Kroesen nog. Die is 81. Weet je wat? Ik zet die in de spits. Ja, die is iets beter dan de spits die ik nu had staan. En ik heb hier... Oh nee, heb ik nog een middenvelder? Ja, ik heb hier een middenvelder. Die kan ik wel voor deze inzetten. Die was een beetje moe. Zet ik Boateng in het midden, want die is net iets beter. Doe het op deze manier. Twee frisse spelers erbij. Hopelijk gaat dat het verschil brengen. Ik wil in ieder geval gelijk spelen. Dat is sowieso wat ik wil halen. Hoe dan? Oké, okay, nou ik denk dat ik deze wedstrijd ga verliezen. Maar hoe kan iemand op daar scoren, joh? Oké, okay, die zag ik even niet aankomen. Geen idee hoe dat ging. Was gewoon even tik, tik, tik in één keer schieten. Moet je opletten. Hè? Volgens mij nam hij hem niet eens aan. Volgens mij, ja, hij schoot gewoon in één keer. Dat is toch wel een beetje onrealistisch. Dan is de nieuwe FIFA wel iets realistischer.
niet heel veel, maar 2-0. Ik vraag me af of ik dit nog goed ga maken. Ik denk het niet. Nou, dit wordt waarschijnlijk de laatste aanval. Ik doe nu eventjes hier een sprintje met Cuadrado. Ah, weet je wat? Schiet maar, jongen. Ja, dat ging niet heel lekker. Ik moet echt zo wennen aan deze FIFA. We hebben nog corner uit de 88ste minuut. Het zal wat zijn, want uit de corners tegenwoordig scoor je helemaal niet meer. Volgens mij was dit wel een FIFA waar hij uit corners wat makkelijker scoorde. Hier, de voorzet, op de lat, en de rebound zit wel. Nice, uiteindelijk toch nog even een goaltje meegepikt. Het zal wat zijn als we in de laatste seconde van de wedstrijd nog gewoon de 2-2 kunnen scoren. Ik ga even alles op de aanval spelen. Ik speelde al gewoon aanvallend, maar dan doen we nu alles op de aanval. Kijken of we nog die ene goal kunnen maken. Het zou wel een mooi afsluiten zijn van deze video. Maar ik denk dat het niet meer gaat lukken, want mijn keeper heeft nu een doeltrap. En vaak is dat een moment dat een scheids gaat affluiten. Nu nog niet, maar ik ben de bal wel kwijt. Dus ik denk dat hij nu alsnog gaat affluiten. En dat doet hij inderdaad. Dus uiteindelijk niet meer gelijk kunnen spelen, maar wel 2-1 gespeeld. Wel weer grappig om gewoon even zo'n oldschool FIFA te doen. Maar ja, wel jammer dat ik gewoon heb verloren. Is de FIFA volgens mij gelijk in FIFA 15, toen we hebben gelijk gespeeld, nu verloren. Volgende keer als we FIFA 17 gaan doen, moet ik toch wel echt een wedstrijd winnen. Misschien dat ik dan gewoon een niveautje lager ga spelen. Misschien een beetje zielig, maar ik wil wel gewoon lekker patjes winnen. Dat is wel net zo leuk. Maar dat was dit voor deze oldschool FIFA video. Als jullie deze video leuk vonden, vergeet natuurlijk allemaal niet even dat duimpje omhoog achter te laten. En mocht je nog niet zijn geabonneerd, doe dat even. Gaan we heel langzaam richting die 200.000 abonnees. Maar dat was dit echt. En heb ik tot slot nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later. Als je dit nou een leuke video vond, druk dan even op de video die hier tevoorschijn komt. Het is een soort gelijke video, dus waarschijnlijk vind je die ook wel leuk. En mocht je nog niet zijn geabonneerd, druk dan even hier. Dat is een abonneerknopje. Dan kan je abonneren en dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. En word je natuurlijk lid van de Bowser Army. Let's go!